Je denkt misschien even dat je naar de zomerhit Despacito luistert. Maar dit was een bloedserieuze oproep van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Niet protesteren, maar stemmen, zegt hij. Hij wil met de nieuwe grondwet nog meer macht naar zich toe trekken. Maar de verkiezingen daarvoor waren een schijnvertoning. Maduro is lang niet zo populair bij zijn volk als dat hij zelf zegt. En dat is ook logisch, want het gaat slecht met Venezuela. Er is een chronisch tekort aan voedsel en medicijnen. Honderdduizenden mensen proberen het land te ontvluchten. Bij protesten tegen de regering zijn al zeker 100 doden gevallen. Nog niet zo lang geleden was Venezuela juist een lichtend voorbeeld van de zogenaamde linkse lente in Zuid-Amerika. Van Brazilië tot Bolivia kwamen charismatische, socialistische leiders aan de macht. In Venezuela was dat Hugo Chavez. Hij won in 1999 de verkiezingen. Hij schold op de elite en het kapitalisme. You are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. Veel rijke Venezolanen kozen eieren voor hun geld en verlieten het land. Maar Chavez was populair bij de middenklasse en de armen. Hij wist met zijn socialisme van de 21ste eeuw met succes armoede te bestrijden en toegang tot onderwijs en gezondheidszorg te verbeteren. 15 jaar lang won hij alle verkiezingen. Na zijn dood in 2013 werd Chavez opgevolgd door partijgenoot Maduro. En die werd al snel geconfronteerd met een enorm probleem. Dalende olieprijzen. Het land teert namelijk bijna volledig op olieinkomsten. De dalende prijzen in combinatie met slecht economisch beleid storten Venezuela in een diepe crisis. En dan blijkt ook de democratie wankel. Als de oppositie in 2015 een klinkende overwinning boekt tijdens de parlementsverkiezingen, zet Maduro dat parlement buitenspel, met hulp van het Hoge Rechtshof. De winnaar van de verkiezingen krijgt dus niet de kans hervormingen door te voeren. Dat kun je het einde van de democratie noemen. Lang was Zuid-Amerika in de greep van vooral rechtse dictators. Na Cuba is nu ook het andere linkse boegbeeld veranderd in een autocratie. En terwijl de politie harder en harder optreedt, probeert Maduro met de nieuwe grondwet nog meer macht naar zich toe te trekken. Een heel schrale troost voor de demonstranten, die al sinds april elke dag de straat op gaan. Zelfs het traangas in Venezuela begint op te raken.